Vijf man van Cambuur voor het doel. Er komt nu een zesde bij. Oh, een vrije kopkans lijkt dat te zijn voor Van der Streek. Maar die komt er niet en nu is het behoorlijk open. MVV met 2-1. De snelheid is er. Hoe is de paas van Pedro? Die is goed. Ah, Wakali moest erop wachten en dan duurt het dus net te lang. De paas van Pedro dus niet goed genoeg. Montero. En een bal op Van der Streek, die verlengt. Oh, net over. Schitterend. Het is Odali, schat die bal een stuk beter in dan Sirani. Het rendement is er uiteindelijk niet. Hoofdraad kan naar Van Delen, het gaat naar het centrum. Nou, dit moet hem zijn. Van der Streek! 13e doelpunt van het seizoen. Hij is weer terug. Hij is weer belangrijk. Juiste keuze gemaakt. Waar Van Delen de aandacht toch afleidt. Die komt mee. Daar kijkt MVV ook naar. Hé, hey, daar is die rechtsback. Ze stappen er zelfs al een beetje op. Maar dan gaat de bal zo mooi naar het centrum. Waar ze met z'n tweeën staan. Barto en Van der Streek. En in dit geval is het Barto die hem kan laten aan Van der Streek. En die maakt hem heel kalm af. Oeh, wat een ruimte. Van der Streek. Hoefdraad, Barto en Tissoudali zijn er. Daar komt Van Delen weer. Voorzet van Van Delen. Bakker. Slim. Van Delen. Uit de kluts. Kan het alsnog. En daar gaat hij. Ja, natuurlijk. En ik denk dat Montero het laatste zetje geeft. Het is in ieder geval 2-0. Hij wijst in ieder geval op zichzelf. Zo van, ik claim hem. Goeie bal van Bakker. Van Delen die zeer aanvallend en uitstekend speelt in deze wedstrijd. Daar is de kluts. Daar is Barto. En Van der Streek en Montero doen het een beetje allebei. Maar Montero claimt hem toch echt. De stemming is op het best in Leeuwarden. Montero. Bal blijft hangen. Barto. Barto. Nou, knappe actie. Tissoudali. Oh, prachtige raam. Maar wat een redding ook. Van Geens. Schitterende beweging. Bakker, mooi gedaan dit. Barto, oh, door de benen. Oei, 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 oei. Barto scoort. En hij had die vorige poging zo fraai. Maar deze is uitermate pijnlijk voor Bogeens. Pijnlijke tegentreffer voor de doelman van MVV, Bogeens. Dat mag je gerust een blunder noemen. Steenvoorde. Mannes, zo, die moet even springen voor zijn enkels, maar doet dat. Maar goed ook. Mannes, ah, goed gegeven. Daar is Lili Pali. Dinvallers met een hoofdrol. Hier Mannes, die de bal goed meeneemt. Even moet springen. Ah, deze paas is zo belangrijk. Ineens strak vooruit. Dan moet Barto het snel ineens doen, maar dat doet hij goed. En Lili Pali blijft rustig. Martina. Verheid probeert voor zijn man te komen. Verheid komt voor zijn man en komt net over. 4-0. Eigenlijk een ideale opmaat voor die halve finale van de KNVB-beker tegen AZ. En voor MVV een verloren avond. Waarin de ploeg van Elsen niet thuis gaf. En eigenlijk op alle fronten tekort kwam.